In principe doen we alles met water, douchen, koken, producten maken. Je hebt eigenlijk water voor alles nodig. Dus vandaar mijn passie voor water ook. Ik ben Sophia en ik werk als procestechnoloog bij Waterschap Hollandse Delta. Mijn naam is Marcel Notenboom, ik ben procestechnoloog bij Waterschap Hollandse Delta. Ik hou me onder andere bezig met het verbeteren van het zuiveringsproces, dus het optimaliseren daarvan. We doen een stukje verslaglegging op met name jaarniveau van hoe hebben de installaties gefunctioneerd. En wij houden ons bezig met wet en regelgeving. De effluentkwaliteit, voldoet die aan de eisen die ons opgelegd zijn? En wat kunnen we daaraan verbeteren? Je hebt met allerlei disciplines te maken. Ons werk is echt wel het procestechnologische kantje van de techniek. Hoe lopen processen? Waar zitten verbeterpotenties? Maar we dragen ook bij aan gewoon de nieuwbouwprojecten. Hè. Dan zit je echt in een bouwclubje. Ja, ik ben eigenlijk heel trots. Ik kan iets voor de maatschappij betekenen. Ik wil schoon water lozen vanuit zuiveringen. Daardoor hebben de kanalen ook een betere waterkwaliteit en een gezonde ecologie.